gaan we dan. Nou, veel succes, hè? Ben je zenuwachtig? Nee. Je woordje klaar? Moet ik een woordje doen? Ja, volgens mij wel. Voor ons? Er waren vijf fantastische jaren. Wat zei je? Er waren vijf fantastische jaren. Een opwaartse wet, hè? Tuurlijk. Ik ben heel voorzichtig, maar niet. Morgen dan een bestelling kunnen halen. Was het maar lijn, hoor, niet? Nou, dan moet je doorrijden, want dan zal het daar wel. Is hartstikke goed voor de kans op de maar ook wel een beetje spook. Als de sportieven zijn bij, laat de motor ook niet doen. En daar weer gaat hier redden. Afstuderen in 2012. Golf. Die nemen we eventjes als metafoor. Ik heb daar wat spullen voor meegenomen. Ik probeer wat met geluidseffecten te doen. Ik weet niet of dat helemaal lukt. Even kijken. Jullie hadden die golftas vol met clubs. Dik boek.
met de etiketten van het spel. En jullie gaan aan de slag om te oefenen en te trainen. Om je alle benodigde kennis en vaardigheden van het spel eigen te maken. Nou, en daar ging die. Ik ging naar die tas toe. En de studie is een beetje opgedeeld, hè. Allerlei rolls. Allemaal met hun eigen specifieke probleem. Water op links. Bomen op rechts. Nou, misschien een andere club pakken. Goede boeken, goede studiehandleiding, allemaal erg belangrijk. Degene die op de voorste rijden zit, die zien het. Ik heb geen setbadge, probeer het hier maar mee. En ja, alles of niets. En het lukte. Nou. En dan de toekomst. Jullie toekomst. Ja. Op dit moment staat de economie er niet rooskleurig voor. Het valt ook niet mee om een baan binnen de sportgerelateerde context te vinden. Dat horen van oud-studenten. Er zit er genoeg in die context, maar het is niet eenvoudig. Maar zoals we destijds bij de voorlichting al aan jullie verteld hebben, jullie doen een CE+ opleiding. Je zit niet vast in die sport. Taak, ik ga namelijk vertellen waar u naartoe moet. Want we gaan ons opdelen in twee groepen, in twee presentatielokalen delen. Dus ik ga beginnen met de studenten op te noemen. Ik neem aan, begeleiders, dat u weet voor welke student u bent gekomen. Dus naar diezelfde locatie kunt u ook opgesteld worden. Zo, denkt iedereen nou bij zichzelf. Zet daar je tanden maar eens in. Nou, ja. Heeft hij dus ook gedaan, wel duidelijk.
want ik citeer nogmaals, gedegen onderzoek met concreet advies waarmee we gelijk aan de slag kunnen. En, een heleboel vingeren in zijn steken, positieve, enthousiaste jongen die goed binnen het AZ-team past, hard werkt, proactief te werk gaat en zich ontwikkelt tot een zelfbewuste commerciële man. Dat al dus Ron Mors, de marketingmanager van AZ. Wat heeft dat als gevolg gehad? Een aantal van jullie weet dat niet. Weet dat wel, maar een heleboel weet dat niet. Deze meneer heeft een hele baan. En waar wij op deze mensen net zei, het is lastig om een baan te vinden in de sportgerelateerde sector. Nou, hier staat de nieuwe communicatiemedewerker voor uitbreiding. Een klein minpuntje, maar dat vindt hij zelf waarschijnlijk ook. Die komt opeens bij me met een vraag over Tempo Team. Tempo Team, sportmarketing, wat is dit nou weer? Het blijkt dus dat Joran in die sport, in die marketing, niet helemaal zijn draai heeft gevonden, toch, geloof ik, hè? Ja, nee. Die financiële sector, dat ligt niet meer. Ja. Daar kom ik straks nog even op terug. Wat ging je doen met Tempo Team? Ik citeer wederom. De potentiële flexwerker die binnenkomt bij Tempo Team staat niet centraal. Hierdoor wordt er met het oog op de toekomst een slechte relatie opgebouwd en heeft de flexwerker een veilig binding met Tempo Team. Zo, gaan we maar eens even regelen. Dat was de vraag. Heel mooi afgerond. De opdrachtgever was ook heel tevreden. Heel blij met de opdracht uiteindelijk. En volgens mij was de grote vraag, voordat we uit elkaar gingen, van hij is eigenlijk van huis uit ICT. Hij heeft ook ICT vooropleiding gedaan. En je hebt nu rond nu een commerciële opleiding af. En de vraag voor de toekomst voor jou zou zijn, waarin je opgaat. Boven. En om daar nog eventjes met elkaar te troosten op deze mooie resultaten. Nou, geweldig Matthijs, zei je. Gefeliciteerd, jongen.